Josh Ulte, twee keer winst vandaag aan het einde van dit trainingskamp tegen Jong Utrecht en Sulte Waregem. Een hele knappe prestatie, denk ik. En Martijn Barto die liet gekscherend al even naar Ruben de Jong zien van dit wordt overwerken, want het zijn zoveel positieve momenten, niet normaal. Hoe heb jij deze wedstrijden ervaren? Positief, zeker. Ook heel blij met de tegenstanders die we gehad hebben. Je gaat zijn voorbereiding plannen en dan moet je een beetje gokken op de weerstand die je wil hebben. Vandaag ging voor het eerst 1,5 uur spelen. Dat is best pittig, maar dan wil je ook liefst 1,5 uur lang een wedstrijd hebben. Niet 4-0 voorstaan of 4-0 achterstaan, want dan ga je al een beetje kabbelend naar het einde toe. Beide wedstrijden goede tegenstanders die ook echt wel een goed plan hadden. Waardoor we allebei de keren 1,5 uur lang vol gas moesten gaan. En dat hebben we, vind ik, uitstekend gedaan. Je merkt enorm veel positiviteit. Mensen hebben leuke wedstrijden gezien. Jij merkt ook die progressie, denk ik, hè? Bij de spelers en het team. Ja, zeker. Ja. Je hebt vanaf de eerste dag aangegeven, dit is hoe wij willen spelen. Best kort, met een paar simpele dingen. Zo willen we spelen. Gaan we altijd doen. Elke dag, elke wedstrijd. Dat gaat ook een paar keer fout. We nemen de competitie straks, hebben we de 38 wedstrijden. Die gaan we niet allemaal goed spelen. We gaan ze wel allemaal op onze manier spelen. En als het fout gaat, op onze manier gaat het fout. En dan gaan we weer door op onze manier. En ja, dan maak je af en toe foutjes, heb ik vandaag ook gezien. Ik vond dat Daniel van Kamen een topwedstrijd speelde. Maar in de eerste helft verliest hij een bal. Kan ook een tegengoal zijn. Maar toch doorgaan, toch onze manier van voetballen, druk zetten. Ja, en dan is de energie vooral die het team uitstraalt. Willen voetballen, diep gaan, snelheid, tempo, afjagen, druk zetten. Daar ben ik in beide wedstrijden heel erg blij mee geweest. Leon Bergsma, wat een metamorfose zijn jullie ondergaan. Want wat een goede wedstrijd. Hoe heb jij deze wedstrijd ervaren? Ja, ik denk dat we qua intensiteit en qua druk zetten dat het er nu heel goed in zit. Waardoor je heel snel ballen gaat veroveren. En ook vanuit die balverovering heel goed diepte pakken. Waardoor we een paar grote kansen creëren. En ook vanuit de eigen opbouw. Dan blijven we heel goed rustig. En kan je dat wel als metamorfose zien vanaf vorig seizoen. Ja. Verbaast het jou ook hoe groot die progressie al zo snel is? Want dit is toch misschien wel de gedoodverfde kampioen van de tweede divisie in België. Ja, tuurlijk. Je weet dat dit degradant is, die eigenlijk altijd in de eerste league gespeeld heeft. Het is gewoon een zware pot. En ik denk dat we daar ons heel goed op hebben geweerd. En eigenlijk wel zeker een betere kans hebben gekregen. En grotendeels het betere spel. Dus dat is wel een groot compliment. Waar denk jij dat die grootste verandering hem in zit? Nou ja, je hebt natuurlijk verfrissing echt. Want je hebt heel veel spelers die weg zijn en er zijn een aantal hele goede spelers, maar vooral ook spelers gekomen die heel veel drive hebben en nieuwe energie brengen. En ja, dat zie je gewoon terug in het spel en dat bevalt goed. Had je verwacht dat het team nu al zoveel progressie kon laten zien? Want Sulte Waregem is misschien op papier toch wel de gedoodverfde favoriet om ook kampioen te worden in de tweede divisie van België. Ja, dat zijn ze zeker. Ja, als je ziet wat ze hebben lopen, dan vind ik het niet verrassend. Een goede ploeg met ook een man als De Rijk, Ruud Vormer, Serani, gasten die allemaal in Nederland gespeeld hebben en echt wel wat kunnen. Ze hebben van de Gouw van VVV gehaald voor bedragen. Daar hoeven wij niet over na te denken. Dus zeg wat over het niveau dat ze hebben. Ja, en dat je dan toch zo'n prestatie kan leveren. Is wel mijn verwachting inderdaad overtroffen. In vooral het spel, dat je wint, is leuk en goed voor het gevoel. Maar soms heb je geluk gehad, denk je, ja, je wint wel maar. Ja, het was een hele overtuigende overwinning. Met hele goede kansen, veel aanvallen. En vooral een hele gewoon fitte, frisse ploeg. En de energie die vind ik echt het mooiste, want dat is ook een chemie in de ploeg die je wil creëren. Een ploeg die echt voor elkaar, met elkaar vecht. De energie is bij iedereen te zien overigens, maar om er toch even een paar uit te pikken die hier vorig jaar natuurlijk ook waren. Sylvester van der Water, Milan Smit, dat zijn jongens die laten ook individueel heel veel progressie zien volgens mij. Ja, ik denk dat Sylvester als voorbeeld aanhalen. Die heeft nu in 4 weken tijd meer tackles gemaakt en meer ballen veroverd dan misschien hiervoor zijn hele leven. Gekscherend gezegd, dat is fantastisch. Sil is echt wel een voorbeeld van iemand die volledig in dienst van de ploeg speelt als een verdediger. En dan aanvallend het verschil kan maken. Maar vandaag een goal, heeft een paar goede assists al gehad. Ja, Milan en Roberts, Rodriguez. Ja, ik heb net hem gezegd, ja, hij vindt het niet lastig, allebei een spitsen scoren. Hij is toch fantastisch. Eerste wedstrijd, een wereldgoal van Rodriguez, een aanval uit het boekje. Maar dan gaan we daarna spelen en Smit zegt, ik maak er weer eentje. Vorige week, eerste uur, doen we het van de spits. Gaan we verder spelen, volgende spits 2 goals. Ja, dat wil je hebben. Gezonde concurrentie, niet van 30 spelers. Want te veel spelers is niet goed. Maar een man of 14, 15 moet de basisploeg worden. We kunnen niet 11 spelers hebben voor 38 wedstrijden. Zeg, er komt nog beker bij, misschien komt de play-offs bij. Dan zit je zo 45 wedstrijden. Dan heb je wel een mannetje of 14, 15 nodig. Dus ik ben heel blij met die concurrentie. Neem de tweede helft van de tweede wedstrijd. Balk moet eruit. Brij gaat van rechts midden naar links voor. En doet het ook gewoon weer heel goed. Ja, dat wil je zien, een ploeg die zo elkaar kan aanvullen. Dat is fantastisch.
Al die processen zijn fantastisch om te zien. Ook dat het wordt aangevuld ook met jeugd. Dat geldt natuurlijk ook voor de staf. Want de supporters die hadden het hier ook over Jeroen Burghout. Dat het leuk is dat zo'n jongen ook doorstroomt naar de staf. Hoe is die dynamiek onderling bij jullie? Ja, eerlijk gezegd, dat is ook wennen. Want ja, je gaat elkaar leren kennen en dat heeft even tijd nodig. Maar ook daar zie je dat heel veel groeien. En zo'n trainingskamp is natuurlijk ook heel mooi daarvoor. Heb je nog meer tijd samen, je gaat elkaar beter begrijpen. Elkaars kracht goed vinden. Jeroen is heel veel met spellenvattingen bezig, daar is hij heel goed in. Ja, voor de mensen die opgelet hebben in de voorbereiding, hoeveel goals we maken, spellenvattingen, zijn er best wel een aantal geweest. En Martijn heeft ook een hele grote rol in de trainingen die hij leidt. Ik kan erover meer ook observeren, kijken, met spelers praten. Kan ook in mijn kracht komen, dus ja, ik ben heel blij met die aanvullingen. En ik heb maar 3 trainers genoemd, want we hebben nog veel meer mensen natuurlijk. Met een Peter van Vlag als keepers trainer, Nicky en Daan voor het fysieke deel. Want de ploeg is echt fit aan het worden. De medische staf, de mensen eromheen, de teammanagers. Ja, ik ben heel blij met ook die energie. De energie van de staf is ook echt goed. En dat gaat van materiaalman Paul tot aan de keepers trainen. Je zegt dat bevalt goed. Hoe is die dynamiek eigenlijk in de groep? Want ik proef eigenlijk dat het een hele positieve sfeer is, hè? Ja, zeker. Kijk, je weet naar zo'n klote seizoen dat je degradeert. Dat er weer nieuw elan bij komt en dat je weer nieuwe energie moet krijgen. En je gaat om hopelijk het hoogst haalbare spelen. Dus dan krijg je weer nieuw elan in de ploeg. En gaat alleen maar goed. Ook bij jou vind ik dat positief zichtbaar. Dit was misschien wel een van jouw betere wedstrijden weer. Want je stond bij een spits van 2 meter. Maar volgens mij heb je bijna geen duel verloren, of niet? Nee, klopt. Ik moet zeggen, ik voel me de hele voorbereiding al heel goed. En dat heb ik vandaag ook weer kunnen laten zien. Inderdaad, tegen een hele grote spits. En veel kopduels gewonnen, veel duels gewonnen. En wat ik zeg, dan krijg je vertrouwen van. En ook aan de bal uitzicht dat dan. Hoe kun je dat verschil bij jezelf misschien ook duiden? Van waar zit dat hem in? Nou ja, de tweede helft van het seizoen denk ik dat ik het wat lastiger heb gehad. Net als het team. Met op en af spelen. En wat ik zeg, ik ben weer met nieuwe frisse energie begonnen. En ja, dat uitzicht gewoon in goede trainingen maken met z'n allen. En zelf mijn niveau weer echt pakken en stabiel zijn. En dan krijg je dit niveau. In hoeverre zijn jullie nu klaar voor de competitie? Nou, ik denk dat we redelijk klaar zijn. Maar we hebben nog één grote goede test volgende week. En zeker voor de fitheid is dat belangrijk. Want je ziet wel dat het gewoon zwaar is nu nog 90 minuten. Zeker tegen zo'n tegenstander met een hoog tempo. Dus dan is het nog één keer goed om die 90 te pakken. En dan zijn we volle bak klaar voor de competitie. Kijk je uit naar het weer zien met de supporters weer? Ja, zeker. Dat is nog één keer een mooi weer zien met de supporters en een goede oefenwedstrijd van maken. En dan gaan we knallen op 11 augustus tegen Emmen. Ja, heel veel progressie geboekt, positieve positiviteiten. In hoeverre zijn jullie klaar voor de competitie nu? Ja, dat is goed. Je zag even aan, want we hebben 0 punten. We hebben nog een hoop te leren, een hoop te verbeteren. Maar de lijn is goed. De lijn is duidelijk, dat is denk ik 1. Wat wil je? En dat gaat steeds beter. Dus klaar zijn we zeker nog niet. Maar we gaan zeker wel de goede kant op. Hard gewerkt dit trainingskamp. Vanavond nog even ontspannen. Vanavond mogen ze ontspannen. Dat hebben ze wel verdiend.